Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast en dat is wethouder Groen, Frank Groen. Hey, van harte welkom, leuk dat je er bent. Er speelt van alles in de Tielse politiek op het ogenblik, hè? Ja. Wat precies? Het is nooit saai. Ja, ik weet niet precies waar je bedoelt. Er speelt heel veel namelijk dus. Nou ja, als we even bezig zijn met jouw portefeuilles, wat is dat, waar hou jij je mee bezig? Ja, ik hou me met heel veel dingen gelukkig bezig. Dat maakt het werk ook zo leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld Avri. De Avri, precies. Ja, dat ik zal hem maar gelijk op tafel leggen. Dat is een van die zaken die de Tielse burger, eigenlijk niet alleen Tiel, maar de hele regio bezighoudt. Ja. Hoe gaat het ermee met dat DIFTAR systeem? Nou, we zijn nu dik 2,5 maand geloof ik onderweg. En de resultaten die zijn bemoedigend. Dat wil zeggen dat het aantal bijplaatsingen illegaal gelukkig sterk afneemt. Mensen dus het systeem gebruiken zoals het bedoeld is. Maar er is ook nog steeds een hoop gemor, hè? Zeker. Ja, en dat snap ik ook. Ja. Eerste cijfers, zijn die al bekend? Heeft het daadwerkelijk effect? Ja, er is een enorme afname van restafval. Dus dat is positief. Nogmaals, ik moet wel de kanttekening maken dat we natuurlijk 2,5 maand onderweg zijn. Even de routes waar we natuurlijk ooit vandaan kwamen. Toen dit college aantrad, 1,5 jaar geleden. Toen sprongen we eigenlijk wat Avri betreft op een rijdende trein. Hè. Alle besluiten voor de invoering van dit systeem waren al genomen. En daarvoor, toen jij nog gewoon raadslid was voor de PVDB, toen heb ik jou ook nog eens horen zeggen van nou, dat systeem, daar gaat er niet komen over mijn lijk. Ja, zeker. Nou ja, dat is ook. Frank leeft nog met systemen zowel. Ja, maar als je wethouder bent, heb je daar natuurlijk wel een iets andere rol in. Dat wil niet zeggen dat we daar met een andere boodschap naartoe zijn gegaan. Want mijn eerste boodschap bij het algemeen bestuur was verre van populair. Namelijk, Tiel wil dit niet. En ik wil met jullie in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit niet te krijgen in onze stad. Ben je nu inmiddels overtuigd van het feit dat het een goed systeem is? Dat is een gewetensvraag. Kijk, wij hebben zelf altijd gezegd, en ik heb dat ook, ik heb me daar hard voor gemaakt. Ik zit op de toer van nascheiding. Dat zie je ook in de landen. Hè? Overal in grote gemeentes wordt nascheiding toegepast. Dat wil zeggen dat inwoners gewoon alles bij elkaar kunnen doen en de machines die halen dat er helemaal uit. Ja. Dat is wat mij betreft de toekomst. Maar wel met de wetenschap dat het besluit om ondergronds te gaan inzamelen natuurlijk al jaren geleden genomen is. En met de wijsheid van toen. En ik denk dat het nog beter kan. Dan blijf je daar hard voor maken? Zeker. Daar hebben we ook best wel strijd geleverd, hè, om even zo te zeggen. Het is sowieso niet zo dat we nu helemaal om zijn of zo. Hè. Er zijn best nog wel praktische bezwaren die we toen hadden en die we nu nog steeds hebben. Bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid. Hè. Mensen moeten toch nu met hun zakje naar de container lopen. Nou, als het 25 graden is en zonnetje schijnt lekker, kan ik me voorstellen dat dat nog wel lekker is. Maar ik denk dat het anders wordt als het -10 vriest en sneeuwt. Dus die bezwaren zijn er, maar we hebben het wel te doen met hoe het nu is. En ik vind dat je daar je verantwoordelijkheid in moet nemen. We hebben geprobeerd om te kijken, kunnen we het kantelen? Daar kwam een enorme kostenplaatje uit. Dat komt dan uiteindelijk bij de inwoners van Tiel te liggen. Dat ja, even, denk ik even niet terug. Je hebt gevraagd om 2 ton, omdat je verwacht had dat er meer puin zou zijn in die stad, meer zooi. Ja. Dat is niet nodig geweest. Nee, dat is uiteindelijk het gevolg geweest. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Dat is nu daadwerkelijk zo. Want Tiel heeft geen geld, dus het zou ook mooi zijn om die 2 ton in de zak te houden, om het zo maar te zeggen. Ik kan niet, het is toch nog regelmatiger als je kijkt in Tiel zelf een zooitje? Ja, maar de vraag is, zit hem dat dan per definitie op afval? Of zit hem dat gewoon op het verkeerd gebruik? En de vraag is, hadden die maatregelen die wij hebben bedacht, hè, hadden die zeg maar gestuurd op dat gebruik? Of hadden die alleen maar gestuurd op de oorzaak, namelijk het schoonmaken? Als je het altijd blijft schoonmaken, dan denkt iedereen, nou prima, het wordt toch schoongemaakt. Maar haal je de oorzaak niet weg? Die oorzaken, duid er eens een paar. Nou, we hebben natuurlijk gewoon technische problemen gehad, hè? Dus dat moet gewoon vooropgesteld worden. Containers die niet werkten, paslezers die kapot waren, dat soort zaken. Nou, dat is nu opgelost. Dus de containers die zijn normaliter voor iedereen toegankelijk die dat mag. Maar alles hangt of staat natuurlijk gewoon met gedrag. Hè? Als je bij die container komt en die container is vol, ga je dan die zak ernaast zetten of neem je hem mee terug en ga je, als die container geleegd is, hem weer opnieuw aanbieden? Dat is feitelijk wat er zou moeten gebeuren. Zit je hem naast de container, A mag dat niet, maar B heb je de kans dat dieren, weet ik veel, andere mensen die zak kapot maken en dan gaat het dus door de wijk heen. Dus dan ben je in mijn optiek leiden de goede onder de slechte, als je dat zou doen. En dat voorstel, daar kun je geld op tafel leggen wat je wil, maar dat zit toch in gedrag.
En ik denk dus dat je met dat voorstel Tiel Schone Stad, ja, daar niet goed achter komt. Dat is toch een kwestie van voorlichting, denk ik. En nou ja, met z'n allen de schouders eronder om Tiel schoon te houden. En goed, uiteindelijk wordt er dus ook nog gekeken naar een uiteindelijk ander systeem. Nee, niet nu. Alsjeblieft niet, zou ik bijna willen zeggen. We hebben dit nu ingevoerd. Weliswaar onder een beetje protest. Maar nogmaals, ik vind dat je, ook als je weet dat dit komt, hè, dan heb je twee keuzes. We weten dat we niet onder dit systeem meer uit kunnen. Dan kun je gaan mokken. Dan kun je met de armen over elkaar zitten, niks doen en het over je heen laten komen. Daarvoor zit ik in ieder geval niet in de politiek. En ik vind ook niet dat je dan je verantwoording neemt. Dus met frisse tegenzin, wijze van spreken, hebben we wel geprobeerd na te denken. Nou, als dat systeem dan komt, hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk invoeren? Hoe kunnen we onze inwoners zoveel mogelijk mee helpen? En zorgen dat Tiel niet verrommelt. Nou, dat is wat ik gedaan heb. Wat vind jij nou van die gemeenschappelijke regelingen? Hè? De AVRI is er één. We doen het samen met 8 gemeenten. Ja. En ja, de meerderheid ja, die telt. Beslist. Ja. Wat vind je dan nou van? Is het daadwerkelijk goedkoper, beter? Zeker. Kijk, de mensen die nu aan de zijlijn roepen van stap uit die AVRI en haal de marktpartij bij. Nou, dat kan. Hè? Dat zou een oplossing kunnen zijn. Diezelfde mensen kan ik ook vertellen dat de afvalstofheffing dan 3, 4, 5 keer zo hoog wordt. En ik ben benieuwd of diezelfde mensen die nu roepen, haal er een marktpartij bij, dat bereid zijn te betalen. Dat hebben we allemaal onderzocht. Dat gaat simpelweg niet. De AVRI doet gewoon voor een goede prijs goed werk. En dat wil niet zeggen dat je het altijd ermee eens moet zijn. Zeker niet. En daar moet je dan je invloed op uitoefenen. Een ander voorbeeld van een gemeenschappelijke regeling is werkzaak. Het is weliswaar niet jouw portefeuille, maar Tiel zegt werkzaak, jullie doen je werk niet goed en wij stappen eruit. Nou, we hebben niet per definitie gezegd dat werkzaak hun werk niet goed doet, maar over de verdeling. Nou, als je tevreden bent over iemand of iets of een organisatie, dan blijf je daarbij. En Tiel onderzoekt wel of dat kan. Tiel onderzoekt of dat kan, maar dat heeft meer te maken met het feit dat we als Tiel een rekening krijgen waar we het niet mee eens zijn. En dan heb je dus over hoe verdeel je dus de lusten en de lasten als gemeentes onder elkaar. Ja, hoe staat het daarmee? Nou ja, je zei het al, het is niet mijn portefeuille, maar ik kan er wel iets in die zin algemeens over zeggen. Wij doen als Tiel, zeg maar, wij hebben een onderzoek gevraagd. Berenschot die kijkt, zeg maar, naar de mogelijkheden en die zet alle voor's en tegens op een rijtje. Ja, en daar zullen we als Tiel moeten kijken van, nou, wat vinden we daarvan? En ik denk de gesprekken ook aangaan natuurlijk met onze regiogemeentes. Om te kijken, ja, hoe lossen we dit op? Nou, Berenschot, je noemde het al. Die organisatie komt de laatste tijd redelijk vaak in beeld als het over Tiel gaat. Ja. Het is een onderzoeksbureau, zullen we maar zeggen. Ze hebben ook gekeken naar de positie van Tiel en waar Tiel naartoe moet gaan. Hè? De identiteit van die stad en ja, waar gaat het in de komende tijd naartoe? Ja. Daar is onlangs een rapport over gepresenteerd. Er is in de raad over gesproken. Jouw visie? Ja, ik ben enorm blij met dat rapport. Niet dat het nou, er staan hele dingen in waarvan ik zeg, nou, hè, de god, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar we hebben natuurlijk ook wel, ja, het was ook niet helemaal iets nieuws, hè, de inzetten op. Eventjes voor mensen die dat totaal nog niet weten, even de kernpunten. Nou, de kernpunten zijn, er komen 3 kernpunten uit. Dat is inzetten op een schoon, veilig, nou ja, en een hele prettige leefomgeving. Hè? En dan heb je het gewoon echt over de basis. Lantaarns die branden, stoepen waar je fatsoenlijk overheen kunt lopen. Nou, het onkruid laat ik maar even noemen. Hè? Dat je je gewoon happy voelt in je wijk. En als je de deur uitloopt, dat je zegt, kijk, daar ben ik nou trots op. Ik woon in een mooie straat, in een mooie wijk. Dat verbaast me niet. Want daar zitten we volop. En daar zijn we ook natuurlijk allemaal acties op aan het ondernemen om dat al zo te krijgen. 28 oktober wordt de nieuwe veegwagen onthuld, de eigen Tielse veegwagen. Nou, dat is een van die voorbeelden waar we natuurlijk allemaal bezig waren. Dus in dat opzicht geen rocket science. Tweede punt is nou ja, onze economie. Hè? Hoe doen we het hier in Tiel? Wat is onze positie in de regio? Ja, wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Ja, wat hebben we daar de afgelopen tijd gedaan? Nou, daar helpt natuurlijk zo'n uitspraak over de pas op Medel niet echt in mee. Als je natuurlijk wil inzetten op nog meer werkgelegenheid. Maar goed, dat is dan in dit geval een landelijk issue. Ja, daar hebben wij natuurlijk in Tiel ook gewoon mee te maken. Maar daar zit natuurlijk best wel, nou, dan moet je gewoon, we hebben een briljante positie als Tiel, hè? Aan het water, aan de weg. We liggen in het midden van het land. Er wordt al jaren geroepen, maar feit is sinds de jaren 80. Ja. Toen had hij nog echt een maakindustrie. Ja. Maar die is verdwenen door destijds de crisis. Kon in het buitenland allemaal veel goedkoper. Ja. Sindsdien is er niet echt iets voor teruggekomen. Dan behalve het schuiven van dozen, logistiek.
Ja, nou ja, logistiek is gelukkig maar wel meer... Maar feit is, ik exageer natuurlijk een beetje, elke euro die Tiel uitgaat, komt niet meer terug. Nee, en dat moeten we dus kantelen. Hè, voor zover dat die aanname dan klopt, dat zo is. Maar je zult wel meer je stad moeten benutten, je ligging moeten benutten. En dat begint, denk ik, met kijken wat we hebben. Hè? Want we hebben het vaak over dingen die dan niet goed gaan. We hebben ook heel veel. Hè? We hebben die ligging aan de Waal, we hebben die ligging aan de A15. We hebben enorm goede bedrijven in Tiel zitten. Nou ja, en dat mag wat mij betreft groeien. Derde punt is, want daar vroeg je naar, hè? Wat zijn de kernpunten? Derde is een goed werkend sociaal domein. Ook enorm belangrijk. Dat raakt natuurlijk ook elke inwoner. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, ja, Tiel is een soort van flappetap. Niet alleen Tiel hoor, als het over het sociaal domein gaat. Het is een landelijk probleem. Ben je daar al bewust van? Of zijn jullie daar bewust van? Nou ja, ik vind het wel vrij kort door de bocht. Dat zou je dan aan wethouder Kreuken moeten vragen. Ik durf die stellingen niet aan. Ik kan me wel zo voorstellen dat er een enorme zorgvraag is in Tiel, net als overigens in andere gemeentes. En gelukkig, durf ik ook wel te zeggen, zagen we dat al aankomen en zijn we ook bezig om dat hele sociaal domein zeg maar te transformeren. Ja, maar in de tempo zoals het nu gaat, zijn we over een jaar of 3-4, eigenlijk zijn we al technisch failliet als stad. Maar dan, als we niks doen, dan gaat dit nog 2 jaar goed en dan 3 jaar misschien hooguit. En dan, is het klaar. Dan is het klaar, ja. Ja, daarom is het ook hard nodig dat er dus dat dingen echt structureel veranderd worden. Daar stond ook wel het een en ander in het rapport Berenschot. Kun je daar iets over vertellen? Over de verandering? Ja, dat je het niet alleen kunt doen. Nee, je kunt het zeker niet alleen doen. Dus samen met die regio in dit geval? Ja, er zijn gewoon bepaalde zaken. Nou, ja, we hadden het net over afval. Hè. Als je als Tiel, eigenlijk, hè, zoals dan toch in dit geval een klein stadje, stel je voor dat je alleen je afvalverwerking wil gaan doen, nou, dat wordt enorm duur. Daar wordt echt niemand blij van. Los van of het dan wel of niet beter zou gaan, dat moeten we dan nog maar zien. Maar even een paar stappen verder, want dit verhaal kennen we wel. Ja. Herendelen. Oh, dan ga je gelijk wel heel ver. Nou ja, kijk, ik kan me nog herinneren met het afscheid bijvoorbeeld van Willem Grades, inmiddels ook alweer 10 jaar geleden, dat hij die boodschap toen ook al meegaf. Ja, nou, ik zie Tiel. En zo waren er nog wel meer oud-bestuurders die dat gezegd hebben. Steven de Vreese, oud-burgemeester van Tiel. Je maakt me wel nieuwsgierig. Henk Driessen geeft het eigenlijk ook al aan in minder bedekte woorden. Maar jongens, zoek die herindeling op. Ja, ik denk dat je dat op de manier waarop we nu zeg maar momenteel met de regio optrekken op een heleboel gebieden, dat je die belangrijke zaken ook inderdaad samen doet, hè? En dan bundel je je krachten. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik zie Tiel zomaar nog niet herindelen. Nee, maar dat is gewoon mijn eigen gevoel, hoor. Dat staaf ik op niks, maar dat is gewoon mijn eigen gevoel. En je maakt me nieuwsgierig met de opmerkingen. Herindelen is niet per definitie een oplossing, hè? Nee, het is geen doel op zich. En daar lijkt het wel een beetje over te gaan. Hè. Kijk naar onze buurgemeente West-Betuwe. Je moet ook wel zeg maar de buren hebben om mee te herindelen. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet ook niet of het niet zo is. Maar... Wat heel logisch zou zijn is buren, Neder-Betuwe, Tiel. Ja, is dat zo logisch dan? Nou ja, kijk, dat zijn de laatste gemeentes die rondomheen liggen, Buren en Neder-Betuwe, waar je wat mee zou kunnen. Ja, maar los van als Buren en Neder-Betuwe bij elkaar komen, dan is Tiel helemaal ingesneeuwd. Dan is Tiel wat kleiner, maar is dat dan zo erg? We zijn altijd een hele grote gemeente geweest in onze regio. Wat je volgens mij ziet, is herindelen waarom een van die redenen is dat het belangrijk is, dat je kwaliteit van mensen behoudt. Ja. Er is een aantal jaren geleden al aangegeven hier in de gemeente Tiel van het piept en het kraakt. De organisatie kan het amper aan. Ja, nou, zeker. Dat moet jij kunnen beamen. Ik kan dat zeker beamen. Er wordt overigens keihard gewerkt. Dat beeld dat heb ik ook wel een beetje bijgesteld. Hè. Heel veel mensen zeggen ambtenaren. Maar dat is logisch. Geloof me, er wordt hard gewerkt en er is enorme betrokkenheid bij die stad. Maar ik zie dan nog niet de voordelen van herindelen. We zijn nog steeds zeg maar de zaken die moeten gebeuren doen met de mensen die er zijn. Dat is de kernvraag. Dat ligt eraan. Hè. Kijk, als we hebben nu zeg maar om even dat stapje terug te maken, nu rapport Berenschot gehad. Hè. Dat is een enorm traject geweest, natuurlijk met in opdracht van de gemeenteraad. Hè. Mm-hmm. Dus de raad vindt daar ook van alles van. Maar ik ben wel blij dat het er nu ligt. Want in mijn optiek kunnen we nu zeg maar gericht voorstellen gaan maken dat we zeggen, nou, die sluiten aan op dat punt, en dan kunnen we wat gaan doen. In mijn vorige werk zeg ik altijd van, ik hou niet van 3 uur vergaderen en 1 uur werken. Dat moet precies andersom zijn. Maar
de werkelijkheid van nu is, is dat praten ook een van mijn werkzaamheden momenteel is. Dus je moet wel praten, maar ik ben ook wel heel praktisch ingesteld. Ik wil ook nu wel doen. Dingen gaan doen, ja. Over die gemeenschappelijke regelingen, ODR, dat is ook zo één. Ja. Dus de Omgevingsdienst Rivierenland. Wat doet die club precies? Nou, die toetst eigenlijk alles wat er hier zeg maar, in onze gemeente, maar eigenlijk ook in de regio gebeurt op het gebied van bouwen. Bouwrijp maken, dat soort zaken. De vergunningen allemaal in orde zijn. Milieutechnische zaken. Milieutechnische zaken, eigenlijk is het, ja. Ja. Nou, het college onlangs een besluit dat de ODR heeft gemaakt, naar zich neergelegd. En een hoorcommissie in het gelijk gesteld. Ja. Waar gaat het precies om? Nou, het gaat over het gat van de gevel, zoals mensen dat wel kennen. Daar is een soort ontwikkeling gaande. Ze willen daar een aantal huizen. Het gat van gevel is een stuk bouw. Grond, een stuk bouwgrond in Tielenpassenwijk, ja. Passenwijkse Hogeweg. Ja. Dat van oorsprong erg verontreinigd was, nog steeds. Maar waarvan beslist is, er moet schone grond overheen en dan kan daar weer gebouwd worden. Kan er weer gebouwd worden, ja. Ja. Nou, dat is inderdaad een mooie samenvatting. En daar heeft de ODR geconstateerd tijdens het bouwrijp maken eigenlijk van de grond. Dat is dus die schone grond die erop gebruikt werd. Ja. Nou, dat daar een aantal zaken niet zouden kloppen en niet conform wetgeving zouden zijn. In dit geval betreft dat dan ook nog een Tielse aannemer die daarbij betrokken is. Die schone grond zou niet schoon zijn. Die schone grond zou niet schoon genoeg zijn. Hè? Je hebt natuurlijk altijd een bepaalde tolerantie. Nou, het ging nou net over die tolerantie. Er mag zoveel van dit, zoveel van dat. Praat over 1,5%. Ja, waar het eigenlijk in de kern over gaat is dat je zeg maar... Er worden naar twee dingen gekeken. Wat voor grond komt erop? En hoe is de grond eronder? En het mag in ieder geval nooit anders zijn dan de grond die eronder zit. Nou, in dit geval is dat nogal makkelijk natuurlijk, want er wordt niet voor niks gezegd dat er schone grond op moet. Die grond die daar lag, was dus niet schoon. Dan gaan we er een nieuwe laag op brengen. En die moet voldoen aan alle eisen natuurlijk, net als dat in heel Nederland moet gebeuren. Dat voldeed hij. Er waren op voorhand allerlei rapporten. Ja. En toch gaat die ODR zeggen, nou, en dit klopt niet. En we acuut stoppen. Ja, nou ja, zij hadden... Op dat moment moverende redenen voor hun zeg maar, om te zeggen van nou, we leggen het stil, hè, het werk. We willen het eerst nog allemaal eens even bekijken. Terwijl die rapporten er wel lagen, dat is toch raar? Ja, en daar hebben ze aan vastgehouden. En dan krijg je op een gegeven moment een soort wel eens niet eens. Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitgebreide bespreking zeg maar, van beide partijen in de bezwarencommissie. Onafhankelijk overigens natuurlijk, die we hier in Tiel hebben. En de bezwarencommissie heeft eigenlijk gezegd van nou... Zo'n bezwarencommissie, daar zitten mensen van, met kwaliteit, met kennis en kunde... Ja, uiteraard. Anders kunnen ze niet in zo'n bezwarencommissie zitten. En zo'n bezwarencommissie zegt dan, ja, ODR, hartstikke leuk wat jullie allemaal bedacht hebben. Ja. Maar slaat nergens op. Nee, nou, dat hartstikke leuk heb ik in ieder geval in het rapport niet teruggezien. Maar ze hebben wel gezegd, nou... Nee, ik chargeer, dat klopt. Zo zijn de zaken. Ik zeg de woorden zoals ze gebruiken, maar dat is wel als je, als je het eventjes naar nul filtert in normale mensentaal. Nou, zij hebben gezegd, de grond voldoet dus wel. En die is ook conform opgave aangebracht. Ik ga nu even heel kort door een aantal pagina's natuurlijk heen. En wij adviseren het college in dit geval zeg maar de ODR in het ongelijk te stellen. Dus dat betekent dat Tielse bedrijf altijd gelijk heeft gehad eigenlijk? Achteraf kun je dat concluderen, ja. Op wat voor moment, welk moment was jij hiervan op de hoogte dat het speelde? Je bestuurt die stad, ja. Je hebt een regeling op afstand. Ik ben dus wel heel benieuwd hoe dat dan met die lijntjes loopt. Nou, ik kan me voorstellen, hè, als je klein bestuur bent, dan heb je de wethouder en je hebt de ambtenaar, die lopen eventjes heen en weer. Goh, wat speelt er allemaal en je weet het. Ja. Zo gaat het nu niet meer. Nee, zo gaat het nu niet meer. Dat is natuurlijk als je mensen inderdaad, wat je net al zei, op afstand hebt. Ik was hier in mijn optiek te laat van op de hoogte. Dat durf ik rustig te zeggen. Maar dat is toch zeer pijnlijk, Frank? Nee. We praten hier over een Tiels bedrijf. Ja, ik weet het dossier, dus daar is best wel veel geld mee gemoeid. Als dat bedrijf dat niet zou in kas zou hebben, dan gaan ze naar de bliksem. Ja, maar dat is ook de reden dat we natuurlijk... Dat is schandalig, hè? Dat woord dat zou ik dan niet willen gebruiken. Maar die gebruik ik. Er loopt een procedure tussen een organisatie die voor ons werkt, hè, laat ik maar even zo zeggen, de ODR, en een aannemer. Even los van namen. Mm-hmm. Die zijn het met elkaar niet eens. In dat proces hoef ik niet te zitten. Dus in dat geval is het helemaal niet kwalijk. Wanneer ik wel
natuurlijk op de hoogte moet zijn. En dat was net 1 minuut voor 12 gelukkig. Is op het moment dat het naar een bezwarencommissie gaat. Dan wil ik heel graag weten, waarom gaat het naar een bezwarencommissie? Nou, dat is in dit geval op het randje goed gegaan. En daarmee heb ik natuurlijk ook weer een verbindende rol. Want ik wil ook kijken dat die partijen, los van wat de uitkomst is, dat die partijen met elkaar zeggen, nou oké, hoe gaan we nu verder? He, want een padstelling die er op dat moment is, dat is leuk voor de bezwarencommissie. Maar na het advies van die bezwarencommissie en na onze uitspraak van het college, moet je wel verder. En daar ligt, denk ik, meer mijn rol. Ja, als stadsbestuurder dan even. Hè. Dat is even, ik ben daarin ook onpartijdig. Is dit een signaal? Want natuurlijk is het allemaal goed geregeld in Nederland, hè, dat het überhaupt kan. Maar ODR is gerelateerd aan de gemeente Tiel. Zo simpel is het, een gemeenschappelijke regeling. Ja. En dan gaat de gemeente Tiel tegen de eigen organisatie in. Nou ja, ik zie dat dan toch wel anders. Kijk, de ODR heeft gewoon te toetsen aan beleid. Mm-hmm. En geen enkel beleid in Nederland is 100% dichtgetimmerd. Dat blijkt wel, anders hadden we ook geen rechtelijke uitspraak. Ja. Want als iedereen het van tevoren zou weten, hoefden we ook niet naar de rechter toe. Nou, zo zie ik dat hier ook. En ik verwijt daarin de ODR niks. Die hebben gewoon gehandeld zoals zij dachten dat ze moesten handelen. Ik verwijt die aannemer in dit geval. Dus die regelgeving klopt dan niet goed? Nou, daar zit natuurlijk altijd een bepaalde ruimte tussen. Wat zijn nou de lessen? Wat de lessen van nu zijn? Ja. Blijkbaar zijn er zaken verkeerd gegaan. Hè, dat is dan ook bevestigd door die uitspraak van zo'n commissie. Nou, ze zijn niet verkeerd gegaan. Je kunt het in dit geval kun je tweeledig met het beleid omgaan. En dat was ook de padstelling in dit geval tussen de aannemer en de ODR. En dat is wel eens vervelend als je dat hebt. Mm-hmm. En wat de lessen zijn, is in mijn optiek hoor, ik zit niet op de stoel van de ODR, maar is toch om te kijken van ja, hoe voorkom je zeg maar een gang naar een bezwarencommissie in dit geval. En nou, dat geldt ook voor de aannemer natuurlijk in dit geval. En er zijn gewoon twee partijen die het met elkaar niet eens zijn. Nou, daar is dan in dit geval ook, zou ik bijna zeggen, gelukkig een bezwarencommissie voor. Ja, zeker. Dus of er nou echt per definitie lessen uit te trekken zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat je nooit kunt dichttimmeren dat mensen het wel eens niet eens zijn. Nee, oké, maar de regelgeving heeft blijkbaar ruimte gelaten van verschillende inzichten. Nou, toen ik hierin ben gaan duiken zelf, om te weten van, goh, hoe zit dit nu in elkaar, hè, dan zie je inderdaad dat, nou ja, misschien is dat ook wel gelukkig, dat weet ik niet, dat beleid nooit 100% dicht zit. En als je daar dan toevallig net met elkaar de paden kruist, hè, en je bent daar zit nou net een beetje dat stukje rek in, of niet, dan zul je naar iemand toe moeten die daar onafhankelijk een uitspraak over kunt doen. Ja, maar volgens mij, als een regel duidelijk is, is er geen ruimte voor discussie. Nee, dat was ik vind het leuk dat je die vraag stelt, want dat was natuurlijk mijn vraag ook, hè, in zo'n dossier. Van, goh, hoe kan het nou dat dan toch zo'n bepaalde ruimte is? Ja, en dan dat kun je gewoon niet wegnemen. Dan wordt het allemaal zo ontzettend strak. Dan kun je nooit meer... Ja, maar je praat nu ook over zaken puur willekeur. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, er zijn rapporten gemaakt, die heb ik mogen inzien. Dan gaat het over zicht, hè? Wat vindt een ambtenaar daarvan? Twee keer toe wordt het geconstateerd en de derde keer totaal niet. Dus het is de interpretatie van de persoon. Dat is natuurlijk altijd tricky. Dat is wat anders dan willekeur, dat klopt. Daar heb je natuurlijk altijd, als je een visuele inspectie doet, dan doe je het met hoe je het op dat moment ziet en beleeft. Hè? En dan maak je op dat moment daar foto's van. Nou, en zeker met grond. Als het één keer regent, dan kan grond er heel anders uitzien een dag later dan dat jij een dag ervoor een prachtige foto hebt gemaakt van droge grond. En jij zegt eigenlijk, zo'n situatie kan zomaar weer gebeuren. Ik kan het in ieder geval niet 100% uitsluiten, nee. Ik zou alleen dan graag zien dat het aan de voorkant opgelost wordt, maar dat is meer mijn praktische insteek. Ja. Omdat ik niet hou van een heleboel gedoe met elkaar. Daardoor moet je het eerder weten. Yes, nou ja, niet alleen ik hoor, maar dat geldt gewoon voor het algemeen. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat de ODR prima in staat is om met alle betrokken partijen die bij de ODR komen, vergeet niet dat die mensen natuurlijk niet één aannemer hebben, dat die prima in staat zijn om hun werk te doen. En in dit geval wist ik net voordat het naar de bezwarencommissie ging, wist ik van het dossier af. Dat is laat. Dat zou wat mij betreft iets eerder mogen, maar de vraag is, had dat dan wat veranderd? Want op dat moment
was er een padstelling en ik ben niet de persoon die daar uitspraak over moet doen. Dat moet dan gewoon naar een bezwarencommissie. Nee, maar als wethouder kun je natuurlijk je bemiddelende rol pakken. Maar goed, zeker, dat heb ik net aangegeven. Ja. Het is gegaan zoals graag. Ja. Ja. Even terug naar het hele debakel rond de Avri, voor zover je dat debakel kunt noemen. Maar het is niet zonder slag of stoot allemaal ingevoerd. En dan praten we over dat nieuwe afvalsysteem. Dat moet ook lessen. Daar moet je ook lessen uit kunnen trekken. Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval als gemeenschappelijke regeling Avri, zeg maar. Hè. We zijn, nou ja, ik zeg, jij noemt het dan een debakel, nou, ik noem het dan een beetje dat bokken. Hè. We hebben als Tiel, zeker aan het begin natuurlijk niet altijd een populaire boodschap daar gehad in het AB. Maar dat heeft wel geresulteerd in het feit dat we nu met alle collega's om tafel zitten om te kijken hoe kunnen we nu elkaar binnen die GR zoveel mogelijk vrijheid geven, hè, voor je eigen gemeente. Uiteindelijk doe je het natuurlijk gewoon voor je eigen gemeente. Je wilt het beste voor je eigen gemeente, voor je eigen inwoners. Die vrijheid was misschien wat beperkt en daarom ben ik wel heel blij dat we nu zeg maar in ieder geval met elkaar aan tafel zitten en zeggen hoe kunnen we dat nou in de toekomst anders doen. Er wordt ook een evaluatie op dat hele project zeg maar losgelaten. Daar zullen ongetwijfeld lessen in staan. Ik vind dat in ieder geval een vorm van je verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat je zo moet met elkaar moet omgaan. Dat is ook een boodschap van Makink, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Klopt. Zorg ervoor dat je gezamenlijk als Rivierenland jezelf beter presenteert ook. Ja, maar heeft dat er dus ook mee te maken? Nou, daar heeft dat deels mee te maken. Kijk, mij is ook wel eens verweten dat mensen zeiden... je zet de regionale samenwerking onder druk, hè, en je bent veel te veel bezig met je eigen stad en je moet kijken naar het grote geheel. Nou, dat klopt. Daar ben ik me ook altijd van bewust geweest. Maar dat is dan misschien mijn opvoeding. Ik heb altijd meegekregen van huis uit dat je mag zeggen tegen een ander wat je vindt of denkt, maar wel met respect naar die ander toe. Mm-hmm. En op een nette manier. En daar heb ik ook altijd met de Avri gedaan. Wij hebben echt stevige gesprekken gehad vorig jaar. En niet één, kan ik je ook vertellen. Maar wel altijd op de inhoud. En we zijn altijd met een hand uit elkaar gegaan. Waren wij het met elkaar eens? Totaal niet. Want ik wilde totaal wat anders voor Tiel dan wat de rest wilde. Mm-hmm. Samen met West Maaswaal in dit geval. Daar ga je over praten met elkaar en daar komt dan uiteindelijk uit dat de trein niet meer om te keren is. Dus dan zul je, weliswaar misschien onder protest, je schouders eronder moeten zetten en dan zul je moeten zorgen dat hetgeen wat komt, in dit geval met die ondergrondse containers, zo goed mogelijk in je stad komt. En als je gaat zitten bokken of gaat zitten huilen in een hoekje, ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je er op dat moment niks meer over kunt zeggen. Ja. Nou, die route heb ik dus niet gekozen. En ik ben blij hoe het, gematigd blij zeg maar, met hoe het tot nu toe gaat. En ik vind het heel goed dat we met elkaar ook die maatwerkdiscussie hebben. De raden zijn recent bijgepraat over het traject dat we tot nu toe bedacht hebben. Ja, dus iets negatiefs heeft dan ook wel weer voor mij iets heel positiefs. Frank Groen, je bent nu zo'n anderhalf jaar wethouder. Is het een tombola? Het is zeker een tombola, maar het is een hele leuke tombola. Geen dag is hetzelfde. Nou, dat past wel een beetje bij mij. Ik denk dat ik dat persoonlijk ook wel een beetje nodig heb. We hebben een enorm goed team, dat wil ik ook wel even gezegd hebben. Ik heb fijne collega's in het college. Ik denk dat ook deze raad... Jij gaat natuurlijk niet vertellen dat je geen fijne collega's in... Dus als ik het zou hebben... Als ik het zou hebben, dan zou ik het zeggen. We hebben enorme vertrouwen in elkaar. En we weten ook voor wat voor uitdagingen staan. En als jij erop doelt dat we het altijd helemaal lined met elkaar eens zijn, dan kan ik gelijk vertellen dat dat natuurlijk niet zo is. Maar er kan wel ook daar weer gewoon op inhoud lekker met elkaar gediscussieerd worden. Ja, want er moet wel wat gebeuren. We hebben het al eigenlijk gezegd, als we zo doorgaan, is het over een jaar of drie klaar met Tiel, nee, maar financieel. Dat wisten we anderhalf jaar geleden al. Dat we echt wel wat moesten gaan doen. En dat wilden we ook. En dat wil ik ook. En daarom zei ik net al, ben blij dat we dit nu achter de rug hebben. Het blijft een lastige periode voor Tiel, financieel. Krijgt Tiel nog die tijd om het allemaal om te buigen? En hoeveel tijd heb je nog nodig? Nou, we zijn eigenlijk al best ver in dat traject. Ik hou niet van het negatieve, dus ik ga altijd uit van het positieve. De provincie heeft enorm goed gereageerd op het hele traject wat we tot nu toe doorlopen hebben. De stappen die we hebben gezet. Ik zeg maar even, de minister van Financiën, die krijgt het. Daar heb ik goede hoop op dat hij in ieder geval voor de komende jaren een sluitende meerjarenbegroting... Ik bedoel, Marcel de wet aan. Marcel, ja, precies. En op basis daarvan moeten we met de raad gewoon keuzes gaan maken. Wat gaan we doen? En ik vind dat enorme uitdaging. En daar zitten ook gewoon heel veel kansen in. Hè? Kijk, als je financieel niet veel te besteden hebt, dan moet je ook heel creatief worden. Dus ik kan alleen maar dat omarmen.
Nou, focus en de boel op orde, dat was de slogan van de PWDB, de partij waarvoor jij namens hen in het college zit. Je zegt, gaat goed, daar willen we jou graag aan houden. Oftewel, kom je over een maand of drie nog weer eens langs? Ja hoor, nou, geen dan, probleem. Graag. Dan houden we aan die afspraak. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.